Hey, markeer even wat in je handjes. Ja, ik ben het. Maar jij bent toch van de dierentuin? Nee, vandaag ben ik de voorman van de pensioenendienst. Hey, gooi je dat spul allemaal in dezelfde bak? Ja, moet ik dan daarnaast laten liggen of zo? Hey meneer, kom jij er eens eventjes bij? Zeg, als ik niet zie dat jullie je best doen, dan krijg je geen handtekening en kun je morgen weer schoffelen, ja? Schoffelen? Het sportverdomme puinruimen. Moet je kijken wat een teringzooi. Het werk is echt niks voor mij, hè? Ja, iemand moet hier de rotsen opruimen, hè? Anders wordt het helemaal een zootje. Ik vind het ook niet leuk. Het is helemaal niet anders. Kom op. Ja, maar moet je kijken naar deze situatie. Wij zijn hier aan het opruimen en ondertussen gooien mensen het plantsoen vol. Het is eenmaal ons werk. Kijk. Daar is hij toch voor? Om afvaltechnische problemen op te lossen. Wat is het? Ja, een condoom. Ja, wat is het? Is het groen afval of is het restafval? Groen? Het is toch doorzichtig? Heb je stront in je oog of zo? Zal ik je even uitleggen? Je hebt groen afval en je hebt restafval. Groen afval, dat zijn blaadjes, takjes en onkruid. Restafval, dat zijn blikjes, papier en plastic bijvoorbeeld. En dat gaat naar de verbrandingsovens. Want daar kunnen we niks mee. Als het hier blijft liggen, dan gaat het niet weg namelijk. En dan heb je groen afval. Daar kunnen we wel wat mee. Daarom verzamelen we het ook gescheiden in. Groen afval in de groene bak en restafval in de oranje bak. Duidelijk toch? Het groen afval wordt gedumpt bij een compostfabriek. Daar wordt alles grof gemalen en gesorteerd. Dat betekent dat ze het laatste beetje restafval ertussenuit halen, want groen afval moet helemaal schoon zijn voordat het door mag. Het schone groen afval wordt op een berg gegooid. En in die berg leven miljoenen kleine beestjes. Wormen, kevertjes en bacteriën zo klein dat je ze niet ziet. En die vreten dat hele zootje op en maken er hele goede poep van. Heel vruchtbaar. En dat heet compost. Die bacteriën hebben behalve groenvoer ook zuurstof nodig om in leven te blijven. Daarom wordt de lucht dwars door die berg heen gezogen door gaatjes in die zwarte buizen op de bodem. Ideaal voor bacteriën. Ze doen wekenlang niks anders dan eten en poepen en eten en poepen, tot ze die hele berg veranderd hebben in compost. De grove stukken worden nog even uitgezeefd en wat overblijft gaat in zakken. Die zakken, die kan iedereen kopen voor in de tuin. Hartstikke goed voor de plantjes. Kijk, compost. Dat vinden de plantjes lekker. Soms denk ik wel eens dat ik ze hoor roepen. Meer compost. Oh, lekker. Heerlijk. De grond wordt er vruchtbaar van en de blaadjes die groeien er lekker van. En dan opeens is er ook weer onkruid dat gaat groeien. En dan zijn wij er weer. En dan pak ik het onkruid en gooi het in de groen afvalbak. Ja. Een plantje groeit en groeit en groeit tot het wordt weggehaald als groen afval. Groen afval gaat op de grote composthoop, waar de kleine beestjes het vuile werk doen. Eten en poepen en eten en poepen. Zo wordt compost gemaakt. Als het klaar is, dan gaat de compost in zakken en die worden verkocht. De zakken strooien we leeg in de tuin of in het plantsoen. Planten gaan daar beter van groeien. En het groenafval dat zo ontstaat, wordt weer weggehaald. Dat gooien we dan weer op de composthoop. En zo is de kringloop rond. Heel makkelijk. Wat denk je? Zo'n rubberen condoom. Vinden de beesten in de compost altijd lekker en kunnen ze er goede poep van maken? Nee. Nou, gooi dan maar in de afvalton. Weet je trouwens hoe lang het duurt voordat zo'n rubberen condoom helemaal is verdwenen? Nee.
één jaar. En dit hier, zo'n plastic flesje, wat denk je? 8 jaar. Dus daar hebben we helemaal niks aan in de composthoop. Gewoon maar bij het restafval. En dit? Dat is papier. Nou, papier, dat valt wel mee. Maar de beestjes in de compostberg die zijn er niet gek op. Dus dat kun je maar beter bij het restafval gooien. Hey, doe die broek even normaal. Aha, ploeg B, de snelheidsovertreders. En wat hebben we hiervan geleerd? Geen scooters meer opvoeren. Nou, zorg dat je snel bent aan de politie. Overal is hierin leveren. Hé, hey, Zoe. Wacht je even op mij? Want ik heb geen zin om weer alleen naar huis te gaan. Waar ga je zo heen?